nacht. Doe het allemaal. Ballen onder mijn ogen. Heel lang niet meer. Hallo, hoezo? Letterlijk alles verloren. Maakt niet uit hoe oud je bent. Droomhuis. Maar ik weet niet of ik deze ga laten zien. Goed. En dan de volgende schoentje. Mooi. Als je lekker hier gaat spelen. Boe. Nee. In de vaatwasser. Ga dat doen. Ja. Ah. Oh ja. Dit is heel gek. Hey. Ah. Zijn er met kamelen? Kijk, Lucilla heeft een... Dankjewel, Margaret. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe. Vlog. Oh, een moesie. Wij zijn de Pellinga's. Familievloggers. En het is woensdagochtend. De kinderen hebben vandaag een korte dag op school. En Luan mag... Trakteren! We hebben gisteren in de... Ja, kijk, dat is de tractatie. In de vlog hebben we jullie laten zien dat we deze coronaproof tractatie hebben gemaakt. En die mag hij vandaag gaan trakteren, jongen, omdat hij 8 jaar is geworden in de zomervakantie. En kijk, dit zijn nog eventjes te laten zien wat het is. Het zijn van die zakjes. Met een hamburgertje, met een lolly en met een stempeltje erin. En met zo'n dingetje eraan. Nou ja, het is niet helemaal gezond verantwoord, maar goed. Dat maakt voor deze keer niet uit, hè, jongen? Nee, maar mam, gezond is ook niet zo vaak bij een tractatie. Is dat niet zo vaak? Ja, echt waar. Gisteren hadden we ook nog een feestje, hadden we alleen een zakje, chips. Met iets leuks erbij. Nou, omdat je jarig bent dan, hè? Ja. Ja. Heb je er een beetje zin in? Vind je wel altijd leuk, hè? En ga je dan ook op de tafel staan of op de stoel staan? En mag ik op de tafel staan. Op de tafel staan. Nou, je mag eigenlijk zelf weten op de stoel of op de tafel. Maar de meeste gaan op de tafel. En jij gaat ook op de tafel. Dat is een soort podium, zeg maar. Ja. Leuk hoor. Goedemorgen, Lucilla. Ik op de stoel gaan. Jij hebt op de stoel staan. Ja, ik zit op de stoel, hè. Ja, want dan kan je er makkelijker vanaf springen, natuurlijk. Of niet? Ja, maar dan kan je niet meer zo ver weg. Nee. Heb je lekker geslapen? Ja. Ja? Nou, lekker even een boterhammetje eten. De boterhammetjes zijn al klaar. Komen jullie lekker aan tafel? Eet smakelijk en heel veel plezier op school. Zo jongens, de kinderen die zijn naar school. En oh, ik plof echt even op de bank neer. Ik heb echt een gebroken nacht achter de rug. Zien jullie me nog? Ja. Gebroken nacht achter de rug, jongens. Ja, ik kon amper slapen. Luxie die was ook wakker vannacht. Dus die is weer in naar bed gegaan. En kijk eens wie hier komt. Ah, Pipje. Kom maar, Pip. Oeh, ik ga jullie even neerzetten. Hoop. Kijk. Jullie blijven staan. Kom maar, Pip. Oh, kijk eens wie je lekker kan knuffelen als ik altijd als de kinderen naar school zijn. En ik lekker op de bank ga liggen. Kom Pip er altijd gezellig bij, Pipje. Ik heb dus echt een best ongebroken nacht achter de rug, jongens. Luxie kon, ten eerste kon Luxie niet de slaap niet vatten. Dus zij, ja, ik denk ook dat het een beetje komt door de benauwdheid en zo van de afgelopen tijd wat we hebben gehad. Ze had overdag op zich wel een lang slaapje gedaan. Ze slaapt in de middag nog gelukkig, want het geeft mij wel eventjes weer mijn handen vrij overdag. Maar daardoor ging ze dus s'avonds best wel laat slapen. En toen zij uiteindelijk sliep, toen kon ik dus echt helemaal niet slapen. En ik weet niet of jullie dat herkennen of dat vrouwen onder ons dat herkennen. Maar overdag ben ik zo druk bezig met alles. Het hele reilen en zeilen, zeg maar. Met de kinderen, met de hondjes. Dingen doen. Ja, gewoon druk huishouden. Eten maken, opruimen. Huishouden had ik al gezegd. Kinderen ophalen van school met Luxie. Luxie is natuurlijk ook nog zijn leeftijd dat ze het nog... heerlijk vindt dat zijn mama alleen heeft. Dus ben ik met haar aan het spelen. Ze kan op zich ook wel zelf goed spelen hoor. Maar waardoor ik dus overdag eigenlijk helemaal niet echt... ik heb te liggen. Waardoor ik dus eigenlijk overdag bijna geen tijd heb om alles wat in mijn hoofd zit ook daadwerkelijk uit te werken. En nou ben ik van mezelf een heel creatief persoon in mijn hoofd. Ik denk degene die ons al langer volgen die weten dat inmiddels wel. Ik zit altijd vol ideeën en... Ik vind het altijd heerlijk om dingen, ja, nieuwe dingen tot stand te brengen, dingen uit te werken. Nou, dat doe ik ook natuurlijk met de vlogs. Ik vind het natuurlijk ook leuk. Ja, nu zijn het toevallig gewoon allemaal een beetje dagelijkse vlogs zonder planning, zeg maar. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel leuke dingen in mijn hoofd die ik dan inplan om te doen in de vlogs. Met de kinderen, met jullie. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. De vakantie is nu voorbij, de kinderen zijn nu weer naar school. We doen het nu weer eventjes wat rustiger aan.
En ik merk gewoon weer dat mijn hoofd zo begint weer te allemaal spinseltjes in mijn hoofd te komen. En die komt gewoon allemaal weer met dingen waarvan ik enthousiast van word. Helemaal nu luxe wat ouder wordt. En ik iets meer mijn handen vrij krijg. Heb ik echt zoiets van, oh ja, dat is nog een lang gekoesterde droom die ik heel graag zou willen uitwerken. En dat is iets wat echt super leuk lijkt. Dat stukje ondernemende creatieve komt dan weer aan mij boven, zeg maar. Waardoor ik echt weer een soort van energie krijg. En als ik dan s'avonds laat nog op ben en Luxie slaapt eindelijk, kan ik niet meer slapen omdat mijn hoofd echt gewoon overuren maakt met al die ideeën die ik in mijn hoofd heb, die ik zo graag zou willen uitwerken. Dat ik gewoon s'avonds, s'nachts eigenlijk gewoon die plannen uitschrijf, omdat ik dan rust heb. Is er niemand om mij heen, de kinderen die slapen, heb ik geen afleiding van, Daniel slaapt, alle lichten zijn uit, het is donker, ik zit in mijn kokonnetje en dan kan ik gewoon al die dingen lekker uitschrijven en zo. Waardoor ik gewoon niet kan slapen. En het was echt, nou jongen, 3 uur denk ik. Dat ik op een gegeven moment dus dacht van, het is misschien nu toch wel eens tijd om naar bed te gaan. En toen werd Luxie ook wakker midden in de nacht. Dus toen moest ik wel, naar boven toe, want ik zat beneden. Waardoor ik wel een klein beetje wallen onder mijn ogen heb. Nou, het valt op zich nog wel mee. Een beetje make-up erbij. Dus dat jongens, ik heb echt een gebroken nacht in dat opzicht achter de rug. Maar wel weer heel veel dingen in mijn hoofd opgeschreven. Waardoor het voor mijn gevoel alweer iets meer tastbaarder is dan alleen die spinsels in mijn hoofd. En ik kan misschien wel eens wat aan jullie laten zien. Ik denk dat de kijkers die ons al langer volgen dat wel weten. Maar ik ben heel erg altijd van de droomboard en visionboards maken geweest. Maar ik moet zeggen dat het nu al wel dat het iets minder is geworden nu we een soort, ja, hectiek van het dagelijks leven met de tropenjaren van de 3 kinderen soms een beetje ontbreekt. Het dromen en doelen hebben, zeg maar. Want dat is iets wat mij weer energie geeft of zo. Ik weet niet, misschien herkennen jullie dat wel. Dus daar ben ik eigenlijk altijd heel erg van geweest. En nu heb ik dus jaren geleden een doosje gemaakt waar ik allemaal dingen in heb gedaan, dromen en doelen in heb gedaan die ik toenertijd graag zou willen zou willen verwezenlijken, zeg maar. Ik ga eens kijken of ik dat doosje nog kan vinden. Die heb ik toen de tijd ook volgens mij in de vlog laten zien. Ja, ik heb hem hier nog gewoon staan. Echt jongens, dit heb ik echt heel lang niet meer gepakt. Kijk, hier staat het. In de kast opgeslagen naast de verkeerde muurverf die we hebben gekocht. Van een paar vlogs geleden. Maar kijk, dat is dit doosje. Mijn favoriete slogan, motto van het leven is, hoe je dat wil noemen, is maak van je leven een meesterwerk. Dat weten jullie. Maar ook gedachten worden dingen. En nu heb ik eigenlijk altijd al wel een soort van gewerkt met dromen en doelen, borden. En ik ga jullie even weer neerzetten. Jullie stonden zo mooi net. Zo, een beetje laag. Maar het gaat wel. Oh, er komt nog iemand bij. Hey Woesel. Hallo Woesel. Hoi. Maar goed. Even kijken. Ja, zo is het beter. Nou, dus ja, dat zit er een beetje in mij. Vanaf kind af aan deed ik dat eigenlijk al. En toen ik Daniel leerde kennen. En merkten we dat we dat heel erg samen allebei hadden. Waardoor we samen heel goed konden visualiseren en dromen en doelen zetten. In, ondanks in wat voor een situatie we toen ook zaten. Want jongens, wij komen echt van onder de grond eigenlijk. Ja, onder de grond klinkt een beetje gek. Maar onder nul eigenlijk kwamen wij samen. We hadden echt letterlijk alles verloren. Ja, en daar krijg je dan weer energie van. En dat vond ik gewoon heel erg leuk aan Daniel. En dat is ook echt hetgene wat ons bij elkaar heeft gebracht. En ik merk nu gewoon gedurende... Ja, we zijn nu 10 jaar verder. We zijn 10 jaar samen. En er zijn ontzettend veel dingen natuurlijk veranderd. Ik bedoel, het hele vlog-imperium en alles wat we erbij hebben opgebouwd is echt... Zo super dankbaar voor dat dit hebben kunnen realiseren. Maar jongens, het is niet komen aanwaaien. Heel veel mensen denken, sommige mensen denken al bij die Bellinga's als komen aanwaaien. Maar dat is zeker niet zo. Maar goed, daarvoor moet je ons boek maar even lezen. Ons grote Bellinga boek, als je die nog niet hebt gelezen. Link staat hieronder als je die wilt lezen. Maar wat ik dus wilde zeggen. Mijn creatieve brein begint nu dus weer spinseltjes te maken in mijn hoofd. Waardoor ik weer gaat kriebelen om dingen op te schrijven. En dat ik weer nieuwe dingen wil gaan creëren, zeg maar, die ik leuk vind, waar ik energie van krijg, waar mijn passie van ligt. Maar ben ik scherp de hele tijd, jongens? Ik weet het niet. Maar goed, nou, dit doosje heb ik toenertijd gemaakt. Ook echt een aanrader voor jullie. Maakt niet uit hoe oud je bent, ook al ben je wat ouder, ben je moeder, ben je oma, ben je een student, ben je een kind wat kijkt van jonge leeftijd. Maakt helemaal niks uit. Als jij dromen en doelen hebt in je hoofd, dromen en doelen bedoel ik dingen die jij graag zou willen verwezenlijken. Ook al denk je dat ze eigenlijk niet zouden kunnen, zeg maar. Dan nog is het een hele leuke oplossing of een leuk
leuk dingetje om te doen voor jezelf ook. Dat heb ik ook wel eens met Luan gedaan trouwens. Toen hij nog... Ja, dat doe ik eigenlijk ook met Lucilla en met Lux. Ja, Lux is nog een beetje klein. Maar ook hun wil ik stimuleren om wat ze in hun hoofd hebben... tastbaar te maken, zeg maar. Sorry als dit een beetje een te lange praatvlog is, jongens. Maar ik vind het soms ook gewoon wel eens leuk om een stukje inspiratie... iets meer inhoud te geven dan alleen maar een beetje de dag door vloggen. Aangezien het vandaag toch dit regenachtige weer is buiten... De kinderen op school zitten, Luxie aan het slapen is en Daniel boven aan het werk is, dacht ik misschien is het ook gewoon leuk om dit een keertje iets meer in zijn ouders te geven. Over leuke dingen. Maar in het doosje is alles wat hierin zit, dat is er gewoon, zeg maar. Ook al is het nog niet in realiteit, maar als het in je hoofd er al is voor je gevoel, heb je veel meer kans van slagen dat dingen op je pad komen die aantrekken. Dat dingen die hierin zitten ook echt realistisch worden. Nou. Heel erg leuk om dit doosje te zien, want dit doosje, ik heb ook eigenlijk de datum opgeschreven. Ik heb start magische creatiedoos op vrijdag, wat leuk, 20 mei 2016 heb ik dit gemaakt. Misschien wel heel erg leuk om nu eens even met jullie te kijken wat voor briefjes ik hier in deze doos heb gedaan. Ik heb toen de tijd allemaal briefjes gemaakt met wat ik graag zou willen dat er op dat moment zou zijn. En ja... Laat ik gewoon met jullie die briefjes doorkijken. Kijken in hoeverre al wat is uitgekomen. Nou, dit is wel grappig. Veel groot en inspirerende mensen ontmoeten. Van andere mensen kan je ook weer leren. En ik moet zeggen dat best wel mensen op ons pad zijn gekomen. Waarvan we heel veel hebben kunnen leren. En die ons inspireerden, zeg maar. Daarnaast wilden wij zelf ook graag een inspiratiebron zijn voor anderen. En bijvoorbeeld hier briefjes met... positief invloedrijk gezin zijn. Hopelijk zijn we dat in ieder geval al sowieso. Vaak in de media komen ter inspiratie van anderen. Ja, weet je wat het is met in de media komen? We zijn wel in het verleden wel wat vaker in de media gekomen. Maar media is toch een beetje, ik weet niet, een ander soort. We zijn inderdaad wel vaak in de media geweest. Altijd met ons doel draagt het bij onze positieve boodschap. En naar ons gevoel is het ook altijd wel gelukt, zeg maar. Dat we daar ons in goed staan hebben gehouden. Deze is ook echt heel leuk. Veel kwaliteit met ons gezin. En dat is natuurlijk, dat is sowieso uitgekomen. In 2016 hadden we dat niet. Ik werkte fulltime in een winkel. In een schoenenwinkel. En moest toch best wel veel Luan missen. En ja, ik absoluut niet dat ik daar heel erg gelukkig in die baan was. Dus... Ja, quality time was voor mij toen een hele grote prioriteit. En ja, die is eigenlijk wel uitgekomen, moet ik zeggen. Want we zijn natuurlijk gewoon rondom ons gezin zijn wij eigenlijk altijd bij elkaar. En dat vind ik wel echt super fijn. Dit is ook eentje. Veel mooie reizen maken. Nou moet ik zeggen dat we wel echt al heel veel leuke vakanties en reizen hebben meegemaakt. We hebben natuurlijk ook de cruise gehad. En we zijn in Denemarken geweest. We hebben eigenlijk best wel veel leuke vakanties gehad. Maar ook heel veel rondom eigen land of in de buurt van ons eigen land. Maar ik moet erbij zeggen, dat vind ik wel echt heel erg fijn. Want ik heb ook ontdekt hoe mooi de omgeving hier is in eigen land en rondom ons eigen land. We hebben natuurlijk ook met de camper zijn we toen ook weg geweest. Dat was ook super leuk. Dus mooie bijzondere reis maken. Wellicht als de kinderen groter zijn, als ze ouder zijn, dat we nog wel wat verder weg willen gaan. Maar volgens mij heb ik daar ook wat opgeschreven, maar dat komt zo. Luan en Lucilla, toen hadden we nog geen Luxie. Maar Luan, Lucilla en Luxie dus. Liefdevol te zien opgroeien. Nou, we zijn eigenlijk altijd bij de kinderen. We zien ze heel erg opgroeien. En we mogen het ook nog vastleggen. Voor herinnering. Financiële vrijheid hebben was toen voor mij wel heel erg belangrijk. Omdat we toen echt in een hele vervelende financiële situatie zaten. Als je ons hele verhaal wilt weten waar we vandaan komen. Check dan even... ons grote Bellinga boek. Daar hebben we een boek over geschreven. Over ons verhaal. In ons droomhuis wonen. Nou, ik heb hier een huisje getekend. Op het moment wonen we nog niet in ons droomhuis. Maar we wonen wel in een veel beter huis waarin we toen wonen. Want toen woonden we op een flat. En dat was toen te klein. Dus dit huis was toen echt al een hele vooruitkomst. En dit huis is ook wel echt een super fijn huis. Het is alleen, het wordt steeds een beetje klein. Krapper, zeg maar. Alleen de plek waar we wonen is gewoon heel erg mooi. En voor nu, Daniel en ik kijken wel rond. Maar we hebben voor nu nog niet echt gezien van wauw, zeg maar. Wellicht is dat nog een dingetje wat gaat komen.
Ah, dit is wel heel grappig. 100.000 YouTube abonnees was toen de tijd. Ik weet niet eens hoeveel we toen hadden. Maar dit leek voor mij toen echt heel ver weg. Dat is inderdaad al een heel mooie mijlpaal wat we hebben bereikt in de afgelopen jaren. Deze is ook een hele leuke. Een wereldreis maken met onze kinderen. Of in ieder geval een lange reis maken met de kinderen. Zou ik heel graag willen. Alleen op dit moment vind ik nog eventjes nog niet dat we daar aan toe zijn, zeg maar. En ook met het hele corona gebeuren is dat nog niet echt handig. Wellicht als de kinderen wat groter zijn en als het ook wat rustiger in de wereld is met het corona gebeuren. Maar dit is ook zeker nog een dingetje wat wel op mijn lijstje staat. En ja, dit is toch wel super leuk, jongens. Kijk dan wat ik hier in 2016 al had geschreven. Een eigen boek schrijven. Het leven van familievloggers. Superleuk. Nou, dat is dus uitgekomen. Dus superleuk te zien dat dingen ook echt uit kunnen komen. Als je ze ergens in je hoofd hebt. En toch het gevoel hebt dat je ze hebt opgeschreven. Dat uitkomt. Dit is trouwens ook een hele leuke. Ik weet niet of ik deze ga laten zien. Want dit is misschien iets waar ik nog nu dus een beetje mee bezig ben. Om dat te realiseren. Ik denk dat ik er nog niet ga laten zien, jongens, wat hierop staat. Want dit is dus waar mijn spinsels vannacht helemaal over zijn gegaan. En waarvan ik het gevoel heb dat nu de tijd steeds rijper wordt, zeg maar, om dit uit te werken. Dit is dus al iets wat ik vanaf 2016 in de doosje al heb gedaan. En dus al over nadenk. Als je op een gegeven moment dingen visualiseert of dingen in je hoofd hebt en je maakt ze een soort van... Gewoon voor het soort van vast of zo, zeg maar, door het op te schrijven of ergens in te doen of op een prikbord te hangen. Dan komen er gedurende de tijd komen er dingen op je af, waardoor het steeds realistischer wordt dat dus te realiseren. En ik denk ook dat als je dat dus niet doet, dat dus die kansen minder op je pad komen als dat je dus wel echt fysiek voor jezelf een soort van neerzet, zeg maar, in je hoofd. En ja, ik hoop dat ik dit ook ga realiseren zoals ik het eigenlijk in mijn hoofd heb. Ieder mens wordt geboren met dezelfde capaciteiten alles te kunnen wat je wil. Niet ieder mens wordt geboren in dezelfde situatie. Maar je hebt wel zelf de keus hoe je ergens mee omgaat. En iedereen heeft dus gelijke kansen in dat opzicht. Als je je maar gedachten goed zet. En om dit stukje even af te sluiten wil ik eigenlijk ook jou inspireren om alles uit jouw eigen... dromen en doelen en leven te halen. Net zoals dat wij onze poging doen dat te doen. En hoe kun je dat nou het beste doen, jongens? Ik weet nog heel goed dat op het moment dat ik in mijn situatie zat... waar ik dacht van oké, dit is echt... ik weet niet hoe ik hier uitkom. Ik was in de winkel waar ik werkte... was ik ook al in mijn hoofd bezig met de dingen wat ik graag zou willen. En ik had bijvoorbeeld een boekje achter in het magazijn liggen... En op het moment dat er iets in mijn hoofd oppopte, ging ik meteen naar mijn boekje toe om dat op te schrijven. Vervolgens als ik thuis kwam, ging ik dingen opzoeken op internet om te kijken hoe ik dat kon doen, zeg maar. Dus ik ging naar de bibliotheek om boeken te zoeken, om daar meer over te lezen. Ik heb nachten doorgewerkt om dingen uit te vogelen en te zoeken, omdat ik zo graag aan die droom wilde werken, zeg maar. En eigenlijk heb ik tot op de dag van vandaag iedere dag iets gedaan wat te maken heeft... met mijn passie, met mijn verlangen, met mijn dromen en mijn doelen. En ik denk dat dat een heel mooie tip is voor jullie allemaal. Als je echt een droom hebt, een doel hebt, een passie hebt. Of misschien heb je die nog niet. Maar hè, zet je jezelf daarvoor open en dan komt het op je pad. Probeer iedere dag, ook al is het zondag, iets te doen wat te maken heeft met jouw verlangen en droom. Al is het een boek lezen, dat is al een ding. Of is het met iemand erover praten. Iets opzoeken op internet. Iets uitwerken voor jezelf. Dingen uitvogelen. Op papier zetten. Een plan maken. Met mensen erover praten. Dat zijn allemaal dingen die je iedere dag zou kunnen doen. Om te werken aan je dromen en verlangens. Om dat realistisch te maken. En op het moment dat je dat doet. Gaan er dingen op je pad komen. Omdat je die energie uitstraalt. En die energie trekt dingen aan. Die je weer verder helpen naar je dromen en doelen. Het klinkt echt heel zweverig, jongens. Sorry jongens. Ik ben niet zo zweverig als jullie denken. Maar het is wel echt zo. Als je iets in je gedachten hebt. En je wilt iets heel erg graag. En je werkt er iedere dag een klein beetje aan. Dan komen er vanzelf dingen op je pad. Die je iedere keer weer een klein stapje verder helpen. Probeer het maar eens uit. Ga niet bij de pakken neerzitten. En denken van oh, het is mij allemaal niet gegeven. En de anderen hebben geluk en ik niet. Want dat is niet zo. Jij hebt ook exact dezelfde kansen als jouw buurman, als je klasgenoot, als je collega, als mij, als wie dan ook. Maakt helemaal niks uit als je maar iedere dag werkt aan jouw eigen droom. Al is het maar een heel klein beetje. Nou, dat was mijn praatje voor vandaag, jongens. Ik ga weer verder. Luxie die slaapt nog steeds. Kinderen zijn al op school.
Woezel en Pip liggen hier voor Pampus. En Daniel die is boven wat e-mailtjes aan het verwerken. Dus ik zie je straks weer. Ondertussen is Luxie weer wakker, liefie. Ja! En wat wil je aan? Prinsessaan! Prinsessaan! Nee, wil ze deze jurk weer aan? Ze wil eigenlijk iedere dag prinsessenjurken aan. Niet. Nee. Niet. Die aan. Wil die aan? Ja. Welke wil je aan dan? Arm omhoog? Ziet hij nog een prinsessenjurk hangen? Die niet. Wil je deze aan? Nee, en au. Oh, die doet au. Ja. Welke wil je dan aan? Bij Lucille even kijken? Ja. Gaan we bij Lucille. Tegenwoordig past Luxie ook de prinsessenjurken van Lucilla. Misschien een beetje te lang, maar ze passen wel. Oké, welke jurk wil je aan? Die niet en au. Doet die een beetje au? Ja. Oké, die prikkelt een beetje. Welke wil je dan aan? Deze? Of deze? Mooie vlinderjurk? Nee, die au. Deze? Au. Doet die ook au? Doen ze allemaal au. Wil je die aan? Je moet die er even uit. Oh, dat wil je zelf doen natuurlijk. Terwijl Luxie nog even haar keuze maakt, welke jurk ze aan wil, is Daniel ondertussen even de kinderen Luan en Lucilla van school halen. Ik ben heel benieuwd hoe Luan het heeft gehad met sorteren. En het is, Diane. En het is woensdagmiddag. Dan zijn de kinderen altijd vrij van school. Dus dan gaan we zo eventjes lekker gezellig met z'n allen eten. Lunchen. Maar Luxie wil eerst deze jurk aan. Ga je dat zelf doen? Wauw, liefie, wat mooi. Nou, doe hem maar eens aan. Laat maar eens zien hoe goed je dat kan. Dat kan ze helemaal zelf. Dat wil ze ook helemaal zelf. Oh. Laat maar zien hoe jij dat doet. Oh, ga je hier staan? Oh. Leg ze hem eerst zo neer. Ja. Ga je even zitten? Ja. Dan doet ze de ene voet erdoor. De andere voet erdoor. Naar de bovenkant. En dan moet je heel goed trekken. Ja, dat je voetjes ziet. Kijk, daar zie je je voetjes. Heel goed. En dan? Hoe gaat hij nou aan? Ja. 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 Kijk eens hoe goed dat gaat. Ja, door het mouwtje heen. Kijk. Wauw. En het andere mouwtje. Ze draait er een rondje bij. Heel goed, Lux. Oh, je mist één klein dingetje. Ja, hier nog doorheen. Oh, sorry. Dat wil je zelf doen. Wauw, Luxie. Wat mooi. Draai ze een rondje. Prachtig, liefie. Nou, Luxie die heeft de jurk weer aan. De hakjes? Ja. Die staan beneden, denk ik. Zullen we beneden even kijken? Kom, gaan we lekker naar beneden toe. Komen Luan en Lucilla ook zo thuis. Jouw schoentjes Lux, volgens mij moeten die hier ergens liggen. Bij het lekkere rommelhoekje. Het speelhoekje eigenlijk van de kinderen. Even kijken. Hier hebben we een pop. Hier een pop. Allemaal poppendingen. Geen schoenen. Hier. Zit hier schoenen in. Ja, hier zitten wel schoenen in. Die zijn van Lucilla. Ja. Deze zijn van jou. Kijk eens, dit zijn jouw schoenen. Die. En deze. Kijk eens. Wil je die aandoen? Nou, de schoentjes van Luxie gevonden. En ondertussen horen jullie van alles. Ik denk, wat is dat nou? Nou, Daniel heeft eitjes opgezet toen hij de kinderen ging halen. En die zijn aan het koken. Kijk. Dat zijn de eitjes. Die zetten we eventjes een beetje zacht. We hebben zometeen een lekker gekookt eitje bij de lunch. Ja, ik ga jou en kijk, de tafel alvast gedekt. Ga jouw schoen even aan doen, goed? Waar gaat de prinses zitten? Hier. Op de stoel. Als een echte prinses, liefie. Super schattig. Dit zijn schoentjes die Lucilla vroeger ook paste. Maar die past Lucilla nu niet meer. Maar nu past Luxie's, hè. Dat zijn van die AliExpress schoentjes die ik toen de tijd een keertje heb gekocht. En nog steeds heel erg leuk als verkleed schoenen. Hé, hey, Lux? Waar zijn je mooie voetjes? Oh, kijk, hier hebben we er eentje. Kijk, het lijkt wel assenpoester. Pas je een glazen muiltje? Ja, poes. Je poes. Kijk eens, dat is één. Schattig, hè? En de andere?
Luxie houdt ook van glitters. Liefie? Ja. Ja, en van prinsessen. Prinsessen. Ja, heel mooi, Liefie. Kijk, dat is toch schattig. En het volgende schoentje. Mooi, Lux. Hartstikke mooi. Kan je er ook mee lopen? Kijk eens hoe mooi ze ermee kan lopen. Zie ze alleen niet. Waar zijn ze? Daar zijn ze. Heel mooi, schatje. Kom hier. Onze prinses. Dat is een mooie ketting. Moet je die om? Dan wil ze de ketting om. Dat is een hele mooie ketting, hè, liefie. Heb je een keer gekregen? Ja. Van een lieve mama gaan kijken van ons. Dit is alsjeblieft. Die is mooi. Die is mooi. En dan pakt ze een tasje. En in het tasje gaat ze allemaal spulletjes doen. Nou, liefie. Nou, als jij dan eventjes lekker hier gaat spelen. Gaat mama even kijken of de eitjes al klaar zijn. En even laten schrikken. Boe. Nee, grapje. Laten schrikken in het water. Dat is een beetje raar. Sorry, jongens. Wat ik zo irritant vind altijd. Dus we hebben gewoon een vaatwasser, jongens. Maar Daniel, op een of andere manier, wil Daniel altijd alles afwassen. Nadat we meteen hebben gegeten. Dus wat doet hij dan? Zet hij al die afwas hier op die rand. Waardoor er een heel waterballet op die aardig bestaat. En die kan ik echt niet tegen. Want iedere keer als ik die aardig wil gebruiken, zit alles helemaal onder het water. Terwijl ik denk, zit het gewoon in de vaatwasser. Maar ja, dan zegt hij zoiets van, ja, maar dan heb je weer een bord nodig. En is het vies. Dan moet je eruit de vaatwas pakken. En nou heb ik het meteen schoon. Er zit ook wel wat in natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Eerst even de eitjes afgieten. Mooi, liefie. Heel mooi. En even de eitjes even schrikken. 1, 2. Boe. Boe. Dit is er eens. Nou. Ben ik benieuwd. Luan en Lucilla zo meteen thuiskomen. Wat voor verhalen ze allemaal weer hebben. En hoe Luan het heeft gehad met het trakteren op school. Tafeltje helemaal gedekt. Ja, liefie. Heb jij hier een popje? Moet popje naar bed toe? Ja. Maar wie komt er thuis? Wie horen we daar? Ja! Hey, wie is dat? Ja. Oh, zijn er geen zakjes meer open? Oh, je tas, oh jongen. Hoe was het? Ja, hey, meisje. Liefie. Hoe was het op school, schatje? Leuk. Was het leuk? En ik wat leuks aan het. Een prinsessenjurk. Kom maar lekker naar binnen. Heb je ze allemaal in je zak gedaan? Ja, ik heb er nog 3 over. Nog 3. Zo jongens, we hebben de tafel gedekt. Doe de jas en schoenen maar uit. Zo, wat is dit een rommel? Ja, Luxie heeft gespeeld. Luxie heeft gespeeld in een speelhoekje. Met de prinsessendingetjes. Ging het goed met trakteren? Ja, ging goed. Ja, was het leuk? Mocht je op de stoel staan of op de tafel? Op de tafel. Op de tafel. En dan gingen ze allemaal voor jou zingen. Leuk, jongen. Ja. Vonden ze het een leuke tractatie? Ze hebben ook een paar foto's van gemaakt in de mail. Oh, oké. Okay. Leuk. Gaan we dit even bekijken. Wat een is dit mooi bedekt. Ja, hè? Het is gezellig toch, jongens? Ik vond het altijd gezellig. Lunchen met ons allen. Dat is niks leuker dan dat. Ik heb ook lekkere eitjes gekookt. Wat lekker. Ik wil één. Eitje voor even. Dus zullen... eruit. Kijk, dan doe ik een trucje, hè? Deze kan niet blijven staan. Zie je dat? Probeer jij eens, hè? Nee, maar laat eens zien. Luxie, probeer nog hier. Zie je dat het je? Ja, rollen. Nou, oké. Dan doe ik een hele goede truc. Hocus Pilatus Pas. Dat dit ei staan kan. Ha! Wat is dit? Luxie, hoe kan dat? Hè? Hoe kan dat, Luxie? Oh, de kapanaas. Nou, ze heeft de prinsessenjurk uitgedaan. En 3 keer raden wie erop is gaan liggen. Pip. Pip moet altijd overal op gaan liggen. Als ze dekentjes ziet of tassen. Dan gaat ze altijd op de kleren liggen. Hè? Dat is typisch. Pip, ja, dan kan je niet met je prinsessenjurk aandoen. Nou, Pip jouw prinsessenjurk. Doen we zo meteen jouw jurk weer aan. Goed, kom. Gaan we eerst even eten. Oh. Hallo. Oh, moet pop even slapen. Oh, ze heeft hier haar pop neergelegd. Oh ja, pop ligt hier lekker te slapen, Luxie. Hocus pocus, Pilatus pas. Papa wenst dat Lucilla een eieren neus had. Wat is er uit, als je wil. Ik lust wel lekker bij. Hallo. Sil, was het ook leuk bij jou op school? Ja. Heb je al leuke dingen gedaan? Ja. Dit is heel gek.
Okay. Heel mooi, Sil. Nou, lekker eten nu. Je mag ook veel. Ja, kom maar. Oh, mist. Kinderen eten het gele nooit. Mama, jij wel, jij wel. Ja. Nou, daar komt hij, hè? 1, 2. Oh, bijna. Maar eigenlijk is het... Nee, nee, oh, een ei, ja. De kinderen die zijn weer lekker van school vrij vanmiddag. En het is echt spelletjesmiddag, jongens. Sinds ze zijn een beetje melig. Nee, omdat het hele dag regent. Ja, sorry, mijn pout zit een beetje vast. Oh, maar het is regenachtig weer, dus we kunnen niet echt buiten spelen. Dus we dachten, we gaan een spelletje spelen. Ja. Ik weet waar deze voor is. Dat zijn muntjes die je kan verdienen. Ik zal het even uitleggen. Ik heb een heel leuk spelletje. Niet gesponsord, maar het is een Skoola spelletje. Dat heb ik een keer bij de Kruidvat vandaan volgens mij. En het zijn allemaal vragen die ze dan krijgen. Bijvoorbeeld deze. Wat koop je bij een groenteboer? En dan even scherp. Kijk, dan heb je deze opties. A, B, C of D. Oh, die kan ik wel. En dan moeten hun dat zo snel mogelijk antwoorden. Wie het eerste antwoord, die verdient een muntje. En wie de meeste heeft, die heeft gewonnen. Ik heb even een bel gepakt. Die hoort niet officieel bij het spel. Die is gewoon, die hadden we nog. Maar die heb ik er even bij gepakt. Omdat het dan misschien wat makkelijker is om je beurt te bepalen. Als je het antwoord weet, dan moet je eerst op de bel drukken. En dan pas mag je het antwoord zeggen. Dus niet meteen het antwoord roepen. Oké. Wat hoort er bij de winter? A. Een zwembroek. B. Handschoenen en een muts. C. Flippers. Of D. Een duikbril. Luan. Een sjaal. Nee, dat is B. Ja, B. Hartstikke goed. Yes. Volgende. Wat hoort er bij de zomer? Een zon? Goed zo, een zon. Nou, dit is eigenlijk best wel heel erg makkelijk voor jullie. Oké. Kijk naar het plaatje. Wat gaat dit meisje maken? Als je het weet, mag je op de bel drukken. Pizza! Ja! Goed zo! Ik weet het ook, maar die slaat er net voor. Oh, kijk naar het plaatje. Hoe heet dit fruit? Peer. Dit is veel te makkelijk voor jullie. Waar zie je groenten? Hi, Luan. Een B. Broccoli, hartstikke goed. Muntje voor jou. Nou, kom op, Sil. Welke letter heeft het eerste diploma dat je kan halen? Silla. Ik hoe heet je ook alweer? Nee, niet nog zeggen. Hoe heet je eerste zwemdiploma? Hoe heet die? Ja! Ja! Goed zo. Goed zo. Waar kan je in plonsen? Nou. In een zwembad? Ja! Oh, viert. Kijk naar het plaatje. Wat zie je? Ja. Een zeepaardje. Ja! Sera. Dit is echt heel te makkelijk. Welk dier leeft niet in het water? Luan. B. Dat is de beer. Heel goed. Wow. Een puntje voor jou. Oké. Kijk naar het plaatje. Wie heeft hier gelopen? Kijk, dus deze is wat lastiger. Dit is het plaatje. Wie heeft hier gelopen? Wie heeft die voetstapjes? Goed kijken, Sil. Daar kan ik niet bij. Goed kijken, jongens. Wie heeft daar gelopen? Kijk goed naar de poppetjes. Deze is wat lastiger voor ze. Ja, Sil. En deze oma. Want? Deze oma. Want ze hebben een stok. Nee, maar het zijn haar afdrukken. Het zijn afdrukken. Nee, dat was het niet. Nee, welke is het dan? Ik weet hem. Nee, mam. Ik weet... Welke is het? Deze stokken hebben rondvormen, dus het is die. Heel goed. Goed. Alsjeblieft. Volgende vraag. Kijk naar het plaatje. Wie heeft hier gelopen? Ja, zo. Een vogel. Ja, goed zo. Een vogel. Hoe is het? 5, 6. 5, 6. Oké. Kijk naar dit plaatje. Waar komt dit stukje uit? Uit een blokkendoos, een krant, een puzzel of een boek? Z-
Sinter Luan. Puzzel. Goed zo. Yeah. Dat was makkelijk. 7-5. Kijk naar het plaatje. Wat? Drusilla. Drusilla. Op en ik hier. Oké. Dan kan je zandkasteel maken. Ja, goed zo. Een zandkasteel maken. Nou, nog 4 vragen, oké? Okay? Welke sport doe je op het ijs? Schaatsen. Staat hij erbij? Ja, die staat erbij. Okay, hartstikke goed. Even kijken. Kijk naar het plaatje. Wat is dit? Lucilla. Een vlot. Of Luan. Een vlot. Even kijken. Een vlot. Heel goed. Een vlot. Kom op, Sil. Je kan het. Kom op. In het rond. Wat is een watersport? Snowboarden, vliegen, surfen, hardlopen. Surfen. Heel goed. Een punt voor jou. Heel goed opgelet, Sil. Heel scherp. Wat zie je op het plaatje? Parachute springen, trampoline springen, bungee jumpen of duiken? Silla. Trampoline springen. Ja. Wat? En dat waren de vragen. Oké. Nou, ga maar tellen. 1, 2, 3, 4. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. En hoeveel heeft Luan daar? 9. Dan hebben we hier met een heel klein mini-pini verschilletje een winnaar. En dat is... Luan! En Lucilla heeft het ook heel goed gedaan. Applaus voor Lucilla! En dan nu hebben jullie iets verdiend. Namelijk... Een zakje... De tractatie van Luan! Die nog over was. Eentje voor jou en eentje voor jou. Alsjeblieft. Wat vonden ze op school van je tractatie? Ja, maar de juf zei alleen... De lolly mag je thuis eten. De lolly mag, ja, sowieso. Ja, want we hadden bijna niks in de winkel. Dus nee, we anders maar heeft ze 28 kinderen met een lolly in de mond. Dat lijkt me niet zo heel handig. Dus dat is heel slim dat de juffrouw dat zei. Mama, maar je kon wel lekker je hamburgertje eten. Ja. Okay. En met het stempeltje spelen. Lucilla heeft een stempeltje unicorn. En? Een lolly en een lolly. En een hamburgertje. En het hamburgertje konden ze wel eten in de klas, hè? En de lolly was voor thuis. Nou, we zijn lekker voor de tv even geploft, hè, meisje? Luan zit heel eventjes lekker met zijn Playmobil te spelen die hij heeft gekregen van zijn verjaardag. De meisjes die zitten lekker hier te spelen. Ja, ik heb een liedje van juffrouw Lid geleerd. Een liedje van jouw juffrouw geleerd, oké. Okay. Ja. Even stil, knijp eens in je neus. Trek eens aan je oren. Stap opzij naar achter en naar voren. En dan... Smijs op je knie. 1, 2, 3. Leuk. Ik ken het liedje niet. Nee, je vernet hebt dat van gewoon gezongen. Die had van onze juffrouw geleerd van muziek. Van muziekles geleerd. Hartstikke leuk liedje. Mama, hoe moet deze je erin doen? Wat ga je doen, Lux? Dit. Deze moet je andersom lief. Kijk, zo. Nou, terwijl de meisjes hier lekker zitten te keuvelen, heb ik er even lekkere spinaziebroodjes in de oven gelegd. Jongens, kijk eens wat we net hebben ontvangen. Die is mooi. Dat is een mooi bloemetje van Kai. Dat is lief. Even ruiken. Nou, die krijgt een heel mooi plekje. Dankjewel, Kai. Lekker. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Niet abonneren. Klik op belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Volg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, boem, boem. Boem, boem, mee. Dans mee en blijf niet staan.